Thank you.
Ja, hij doet het. Goedemiddag allemaal. Het is alweer gezellig druk. Het is natuurlijk een beetje een vreemde plek hier. Maar welkom allemaal. Fijn dat de not nog steeds lekker kan blazen. Valt niet tegen. Ik zie ook enige verjonging volgens mij. Of ze hebben wel een facelift gehad, ik heb natuurlijk ook. Zijn ik allemaal vrij goedkoop tegenwoordig. Welkom hier in de Lucas van der Leijdenstraat. Normaal gesproken op 20 maart wisten we nog zeker dat we vandaag met hetzelfde prachtige weer op de markt zouden staan. Dat de hele binnenstad vol zou zijn gelopen met muzikanten uit heel Nederland. We wisten het toen nog zeker om ook dit jaar weer een fantastisch groots Jeroen Bosch Dwelfestival neer te zetten. Helaas is het net even een beetje anders. Helaas staan we, helaas, het is natuurlijk een prachtige locatie. Maar de bedoeling was natuurlijk dat we op de markt zouden staan. Maar op 21 maart bereikte ons het vervelende bericht dat François Hoek zijn warme hart, waarmee hij dit Jeroen Bosch Dwelfestival in feite in gang heeft gezet, even was gestopt met kloppen en op 28 maart definitief, wat natuurlijk een enorm groot verlies was, compleet onverwacht. En dat is inderdaad de reden waarom we vandaag hier staan en niet daar. Want François was natuurlijk de initiator van dit Jeroen Bosch Dwelfestival en hij wist als geen ander hoe dit in elkaar zou moeten zitten. Dat is natuurlijk het vervelende als je alles naar je toe trekt. Ja, als je dan wegvalt, ze zeggen wel eens, niemand is onvervangbaar, niemand is onmisbaar, maar in dit geval wel, anders hadden we nou op de markt staan en niet hier. Desalniettemin vind ik het fantastisch dat jullie hier zijn en dat we ervoor zorgen dat ook dit jaar het Jeroen Bosch Dwelfestival weliswaar heel erg klein, maar toch doorgaat en dat we even stil kunnen staan bij François. Want zonder hem was dit nooit van de grond gekomen en ik weet zeker dat we volgend jaar vol goede moed, met een ander bestuur en met heel veel mensen die ondertussen het JBD een warm hart toedragen, een fantastische Jeroen Bosch Dwelfestival neer gaan zetten. Maar ja, dat is volgend jaar, vandaag eventjes hier. Ik moet zeggen, ik ben vanaf het eerste keer Jeroen Bosch Dwelfestival ben ik erbij betrokken geweest en ik ken de Fransman niet zo heel erg goed. Ja, en ik moet ook zeggen dat ik enorm schrok van het feit, toen ik daar de eerste keer aan kwam lopen, denk ik, jongen, is die groot hier in het Jeroen Bosch Dwelfestival. Wat fantastisch, wat enorm goed en strak georganiseerd. Ja, bier in overvloed, dat was natuurlijk wel logisch, maar ook alle lunchpakketten, alles klopte gewoon. En dan het niveau, want wij in Den Bosch denken wel dat we lekker muziek kunnen maken, en dat is natuurlijk ook zo. Maar in de rest van het land kunnen ze dat blijkbaar ook. En al die clubjes waren hier naartoe gehaald, ik vond het fantastisch. En dan zie je daar zo François staan, altijd op de achtergrond, sigaretje in zijn hand, eeuwige glimlach op zijn bakkers. En ik denk, jongen, dat Manneke dat allemaal voor elkaar heeft gekregen. Dat Manneke. En ik kende François vooral als hardwerkende man in de bouwhal, maar ook als zoon van de notoire mopperaar Frans Hoek. En dan denk ik, hoe is het mogelijk dat die François dit voor elkaar krijgt? Fantastisch. Dus eventjes, ik weet zeker dat hij het kan horen. En wil ik heel graag aan jullie vragen om even heel hard te applaudisseren, zodat hij het daarboven hoort. Ik denk dat hij het hoort, hoor. Ik denk het wel. Mooi. Dankjewel, mensen. Het was überhaupt een vreemde week. François overleed de 28e en 29e mijn vader. Ook toch een redelijk bekende bossenaar. Alleen die was twee keer zo oud als François. Dus voor hem was het ook wel tijd, moet ik zeggen. Maar ook Liesje Lommers en Ton de Koei van den Heuvel. Dus ja, het is boven in ieder geval een stukje gezellig geworden met allerlei markante mensen. En ik weet zeker dat ze nou met z'n vier... Nou, Liesje niet, denk ik, die zal wel iets anders aan het doen zijn. Als we met z'n drieën van boven naar beneden kijken en zien dat het hier weer een prachtig mooi Jeroen Bosch Dwelfestival is. En ik ben er nogmaals van overtuigd, jullie zijn er in ieder geval volgend jaar. Volgend jaar gaan we door.
En dan wordt het zeker net zo mooi en hartstikke goed. Ik zou willen vragen of de Not nog even een nummerje wil blazen. We gaan vanmiddag verder. We hebben een mooi programma met de Dieselblazers, met de feestbanden, met de Boerenkroonkapel, met de maestro's. Dus het is een beetje kleiner, maar dat het gezellig wordt, dat weten we zeker. Succes, de Not, dames en heren.